Een start is gevallen. Begint met de galoppade van Mansa Nieuwpoort vlak na de start. Mansa Nieuwpoort springt en Love Surprise neemt de leiding. Jos Vond ligt ernaast. En derde aan de buitenkant is Mats Schermer. Mats Schermer wordt teruggenomen en Jos Vond gaat de bocht heel ruim door. Aan de binnenkant komt nog een gouden helm naar voren. Dat is Jan Baas met Nieuw Sunshine. Mats Schermer ligt inmiddels vierde. Die is wat ingeparkeerd naar achteren. En daarachter ligt Machiavelli. Die wordt gevolgd door Louis VS. En op weg naar aansluiting is Mansa Nieuwpoort. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En daar controleert Bakker met Love Surprise. Love Surprise wordt gevolgd door de favoriet Eos Font. En de derde plaats daarachter is voor Nieuw Sunshine. De eerste 500 meter gaat voor de koploper in 1.12.5. Inmiddels zien we dat Mansa Nieuwpoort ook op weg is naar aansluiting. Die loopt 19-3 met een fout over de eerste 500 meter. Zal zometeen ook weer in beeld opduiken. En zo gaan de deelnemers de linkerbocht in. Leiding in handen van Love Surprise wordt gevolgd door Eos Font. Derde plaats daarachter voor Nieuw Sunshine. De vierde plaats daarachter volgt Mats Schermer, Rob de Vlieger. Kijk, was gisteren in Bedburghau actief. En dat geldt ook voor de man daarachter, Niels Jongejans. Hij rijdt Machiavelli. Daarachter liggen nog twee combinaties. De voorlaatste plek is voor Louis VS. En aangesloten ligt inmiddels weer Mansa Nieuwpoort. En die maakt weer een fout. Nummer 7 galop. Tweede galoppade van Mansa en die is eruit. Wandeltempo voor de tribune, 19-3 voor de koploper. En zo gaan we de laatste kilometer in. En de vlieger heeft ook op de klok gekeken. Die denkt, dit gaat te langzaam, die gaat naar voren. Gaat Eos Font voor hem gelijk naar buiten. En Eos Font gaat nu de leider als eerste aanpakken. Paarden gaan de Z-turfbocht nu in. Leider is Love Surprise. Eos Font komt ernaast en Love Surprise probeert hem op te vangen. Nieuw Sunshine moet dat tempo even laten gaan. Die moet passen. Dat geldt ook voor Mats Schermer aan de buitenkant. En terwijl de voorste twee weglopen, neemt Eos Font nu voordeel. Eos Font gaat als eerste de rechte lijn overzijde in. Nu drie kwart lengte voorbij aan Love Surprise en nu helemaal. En die twee paarden zijn duidelijk op weg naar de laatste bocht met de rest op achterstand. De derde plek is nog altijd aan de relingzijde voor Nieuw Sunshine. Aan de buitenkant daarnaast ligt Mats Schermer. Tussentijd 15-3. De paarden gaan de laatste bocht nu in. Eos Font leidt daar, Love Surprise ligt tweede. Dan een klein gaatje naar Nieuw Sunshine en dan Mats Schermer. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Machiavelli ligt voorlaatste. En de laatste plek is voor Louis VS, die wel naar buiten komt. Gaat een spoortje naar buiten, wil van die laatste plaats af. En zo komen de paarden in de laatste rechte lijn. Eos Font met een duidelijke voorsprong. Nu twee lengte op Nieuw Surprise. Nieuw Surprise heeft weer twee lengte voorsprong op Nieuw Sunshine. Nieuw Sunshine gaat wel naar buiten en gaat Nieuw Surprise nog een keer aanpakken. De koploper die wordt niet meer aangepakt. Eos Font, laatste 500 meter in 1.13.3. Die gaat winnen. Eos Font, Jaap van Rijn de eerste winnaar. Daarachter op de tweede plek is het Love Surprise. En derde, Nieuw Sunshine, die ook goed liep. 15-3 voor de winnaar.